Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Die Vermakelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van het appartement in de Bussumse straat nummertje 7. Een leuke starterswoning voor een prijs die je eigenlijk bijna niet meer voorkomt hier in Den Haag. Woningen voor rond de 2 ton zijn haast niet meer te krijgen. En het is fijn dat we dit appartement beschikbaar hebben voor een leuke jonge starter. Goed, ik ben buiten in de Bussumse straat. Het leuke van dit stukje van de Bussumse straat is dat het net even wat rustiger is. En er is ook nog een ander stukje over de Gooilaan heen. Dus aan het einde van de straat. En dat is altijd wat smaller qua straten. En dit stukje is een heel rustig stukje. We gaan deze topetage bekijken. Actieve vereniging van eigenaren, kunststofkozijnen. We zitten vlak om de hoek van de Zuiderparklaan. Als we hier naar links lopen, dan 100 meter, je hebt de tram. En binnen 10 minuutjes zit je in het centrum van Den Haag. Winkels om de hoek, het Zuiderpark op loopafstand. En we gaan een aantal trappen omhoog. Nou, nadeel van de trappen is dat je trappen moet lopen. Het voordeel is dat je de sportschool kan opzeggen. En het hele grote voordeel is dat je geen buren boven je hebt. In het portiek zijn de kozijnen al vervangen. Vaak zijn dit houten kozijnen. Die kan je ook aan de overkant zien, zelfs nog hout of staal. En hier is het allemaal netjes vervangen in kunststof. Bussumse straat nummertje 7. Zoals ik al zei, een topetage. Bij binnenkomst. Kleine hal, deur richting de badkamer, kleine achterslaapkamer, keuken, separaat toilet. En dan komen we in de woonkamer, ook hier met kunststofkozijnen. En dubbel glas, kiepkantelramen. En we hebben een slaapkamer aan de achterzijde. Hoge plafonds. Een vinyl op de vloer. Is op diverse plaatsen wat beschadigd, dus dat zal waarschijnlijk wel vervangen gaan worden. Nou, we zijn net binnengekomen door deze deur. Door de voordeur, achter deze deur. Er zit nog een ruimte. Met de elektra. Nou, die is tamelijk eenvoudig. We hebben 2 groepen. En je kan er tevens behoorlijk wat troep en de stofzuiger in kwijt. Daarnaast hebben we de deur naar het toilet. Die is functioneel. En dan krijgen we de keuken. Plek voor de oven. Houten keuken. Je zou hem eventueel kunnen schilderen in je favoriete kleur. En een plek voor de wasmachine. Nou, de woning is niet helemaal tip-top. Er zitten echt wel wat aantal zaken die aangepakt moeten worden. Maar daar hebben we de prijs ook op afgestemd. CV-ketel is voorzien van een onderhoudscontract. Is regelmatig gecontroleerd. Bouwjaar 2008. En ook aan de achterzijde hebben we kunststofkozijnen. Balkonnetje. En aan de achterzijde hebben we houten kozijnen, maar wel met dubbel glas. In tegenstelling tot wat in de brochure staat. Is dat het enkel glas is, maar het is overal dubbel glas in deze woning.
Tuinen bij de buren zien er redelijk netjes uit. Achter dit blok huizen zit dus de Loosduinse Kade met de tram richting de stad. En we hebben een lekker balkonnetje. Een aantal zaken hier in dit huis zijn echt prima op orde. Kunststofkozijnen, we hebben centrale verwarming in het huis. Maar er zitten ook wel wat verbeterpuntjes. In de hal, deur richting de badkamer. Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n projectje wat gewoon wel even wat aandacht nodig heeft. Wel mechanische ventilatie. Er is in het verleden lekkage geweest. Wastafel. Hier kan je best een leuke badkamer van maken. En zelfs als het moet is die zelfs bruikbaar. Dan hebben we nog een kleine achterslaapkamer, ideaal als werkkamer. Sommige mensen betrekken hem ook nog wel eens bij de keuken. Met openslaande deuren naar het balkon. Nou, de woonkamer die is goed van formaat. En ze hebben de voor-zijkamer, wat vroeger een aparte slaapkamer was, die hebben ze dus nu bij de woonkamer getrokken. Waardoor je dus veel ruimte hebt gekregen in de woonkamer. Zou je per se nog een extra slaapkamer willen hebben, dan kan dat. Dan zou je hier een deur kunnen maken. Die heeft er ook vroeger gezeten. En dan kan je nog een voorslaapkamer maken. Tot slot de achterslaapkamer. Voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed. En qua indeling is die erg handig, want we hebben dan nu een driekamerwoning. Je zou er eventueel nog een extra slaapkamer van kunnen maken. We gaan dan ook vandaag starten met de bezichtigingen. De brochures liggen alweer klaar. Maar ik ben hier ook aanstaande zaterdag bij deze woning. Dus mocht u naar aanleiding van de live video de woning ook willen bekijken, bel dan even naar kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. En wie weet hebben we dan voor aanstaande zaterdag nog een plekje om de woning te bekijken. Kortom, een superleuke starterswoning. Kunststofkozijnen, dubbelglas, centrale verwarming in een superleuk stukje van de Bussumse straat. Dicht in de buurt van de winkels. Dicht in de buurt van het openbaar vervoer. En dit zou een superleuke start kunnen zijn voor een jong iemand. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Dievenmakelaars. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot ziens.